hele goede middag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag de 29ste volgens mij. 29ste of 30ste of zoiets. En nieuwe week is weer begonnen. Tegenspart bij de Hoogvliet. Ik doe altijd boodschappen bij de Hoogvliet, dat weten jullie vast wel. En die hebben altijd een leuke spaaractie. Achter op je kassabon staat dan een, hoe noem je dat nou, een product. En als je dan een product op een zegeltje, moeilijk uitleggen. En als je dan die uitknipt en je plakt er 10 op of zo, op een kaart, dan krijg je een product gratis. Dat is tegen het weggooien van je bonnetjes, denk ik, of zo. Het is op zich wel een leuke actie, vind ik altijd. Maar het is lemon ginger, dus gemberthee. Dat vind ik heel vies, maar misschien dat de lemon nog iets doet. Maar mijn moeder vindt het lekker, dus ik heb al tegen haar gezegd, als ik het niks vind, dan krijg jij het. En nou was ze hier vandaag geweest, om even wat spulletjes voor me op te ruimen en te doen. En dan had ik de opdracht gekregen, ze zegt, er staat een orchidee in je op je aanrecht en die heb ik even in water gezet en dat moest ik even leeggieten. Dus dat ga ik doen. Dan kan deze straks weer terug naar de slaapkamer, want daar kwam die, dan moet ik het wel zo doen, daar kwam die vandaan. Vanavond ga ik editen, mijn weekendvlog, want ik deed altijd op dinsdag dansen. Ik weet niet of ik toen al vlogde. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar mijn dansavond was altijd op dinsdagavond. Maar die is nu verzet. Even de koffiezetapparaat aanzetten. Naar de donderdagavond. Waardoor ik op dinsdagavond vrij ben. En op dinsdagavond zitten mijn ouders op een klaverjasvereniging. En laat ik dat nou super leuk vinden. Ze hebben vroeger een eigen klaverjasvereniging gehad. En daar was ik ook lid van. En toen, die is op een gegeven moment opgedoekt. En toen zijn zij overgegaan naar een andere vereniging. Maar toen danste ik inmiddels al. Dus kon ik niet op dinsdagavond. Dus ik ben toen niet mee overgegaan naar de nieuwe vereniging. Maar nu kan dat wel. Dus ik ga morgen eens een kijkje nemen. Kijken of het voor mij ook wat is. Want ja, wat ik zeg, ik vond het toen heel erg leuk. En de mensen die daar zitten, vind ik, die ken ik op zich allemaal wel. Dus ook allemaal wel gezellig. Dus ik ga morgenavond eens even een kijkje nemen. Om te kijken of dat ook wat voor mij is. Dus we gaan het zien. Laat even weten, klaverjassen jullie ook. En zo ja, doe je dan Rotterdams of Amsterdams? Want er schijnt een verschil tussen te zijn. In Den Haag spelen we Rotterdams klaverjas. Dus ik ben benieuwd. Dus vanavond moet ik de vlog editen, want die moet natuurlijk woensdagochtend online. En normaal gesproken begon ik er altijd wel aan, maar maakte ik hem vaak dinsdagavond af. En dat kan ook wel na het kaarten, maar dat wordt zo laat. Woensdagochtend moet ik even een uurtje naar mijn werk. Er komen wat woensdagen aan waarop ik moet werken, dus dan kan ik het op een andere dag compenseren, dus dat is geen punt. En woensdag is dat maar een ochtendje, maar dan ga ik dus even naar mijn werk. Verder moet ik donderdag voor mijn nagels. Dan zitten ze er weer 3 weken op. Dus dan mag ik weer iets nieuws gaan uitzoeken. Ja, dat is een beetje mijn komende week. Dus jullie gaan gezellig met me meekijken. Zo, inmiddels alweer even verder. Gedaan wat ik allemaal nog even moest doen. En klaar om te gaan editen. Maar eerst heb ik hier de lemon ginger thee die ik even ga uitproberen. Het ruikt super lekker. Het lijkt ook wel of er een soort mintachtige smaak aan zit. Ik ga even een slokje nemen. Volgens mij vind ik het niet heel vies. Het heeft niet dat hele. Ik denk dat ik pas echt een oordeel kan geven als ik het helemaal op heb. Maar het is in ieder geval in eerste instantie niet gelijk dat hele pittige wat gember wel kan hebben, vind ik.
Dus nou ja, wie weet. Nou, ik heb inmiddels wat meer slokken van de thee genomen en hij is wel goedgekeurd eigenlijk. Het is niet de lekkerste thee die ik ooit gedronken heb. En waarom ik nou gegeten heb, is omdat ik dus wilde zeggen, door die gember die erin zit, krijgt hij een beetje een hartig tintje. Dus hij kan, het zou ook zomaar een soort bouillon kunnen zijn of zo, op de een of andere gekke manier. Dus misschien als ik dan een keertje trek heb in iets hartigs en niet gelijk iets wil nemen, kan ik ook dat nemen. Nou ja, wie weet. straks nog maar even een ander theetje erachteraan. Ik heb de weekendvlog geëdit. Die staat nu te renderen en die gaat voor woensdagochtend online. En had ik nou verteld dat ik ging klaverjassen? Volgens mij wel, hè? Ja, dat heb ik jullie al verteld. Dus ik ben heel benieuwd morgen. Daar gaan jullie ook mee mee. Ik mag daar vast wel wat vloggen, denk ik. En mijn ouders zijn er, dus die kan ik sowieso vloggen. Nou, voor vanavond heb ik eigenlijk niks meer. Ik ga even wachten tot mijn vlog klaar is. En dan nog even wat vlogjes kijken en wat mailtjes beantwoorden. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Dinsdagochtend, ik ga naar mijn werk. En ik zie jullie vanmiddag. Volgens mij is het super koud, dus handschoenen aan. En ik hoop dat mijn ruiten niet bevroren zijn, want ik ben vergeten mijn standkachel aan te zetten. Nou, we gaan het zien. Zo, een hele goede avond. Daar zijn we weer. Kijken of ik dit... Nou, nee. Ik wil natuurlijk weer 100.000 dingen tegelijk doen. Als je een klap hoort, is het mislukt. Maar dat zou ik wel heel erg vinden, want dat is een van mijn... schaaltjes, maar het is gelukt. Even lichtje maken en een bakje zetten. Nou, werkdagje zit er weer op. Was een goede werkdag. Wel druk, maar niet te druk. En ja, eigenlijk wel prima. Ik, zoals je aan mijn haren kan zien, heb ik daarna gezwommen. Ik doe even wat in de prullenbak. Heb ik daarna gezwommen. En gegeten. Groene kool. Dat was een tijd geleden. Mijn moeder lekker gemaakt. En nou vanavond klaar voor jassen. Jeetje. Ik ben wel benieuwd hoor. Het is zo lang geleden dat ik het gedaan heb. Ja, ik ben niet helemaal in beeld hoor. Maar goed. Een klein stukje van mijn hoofd eraf. Koffiezetapparaat even aanzetten. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Ik hoop dat ik het wat vind. En nou ja. Wat ik zeg, ik mag het eerst even... als proef uitproberen. Dus als ik er nou echt niks aan vind, dan is dat ook weer zo bekeken. Maar ik vind het wel de moeite waard. Dus nou, ik ga even een bakje zetten. En dan zie ik jullie straks daar. Nou, ik ben aangekomen. Hallo! En we gaan het zien. Daar nog mensen. Ja, ik heb het al gezegd. Kijk of ik het nog kan. Maar zij zeggen dat het goed gaat komen. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Papa zit er ook. Die zit daar ergens. Ik weet niet of je het kan zien. Ze gaan nou, het eerste potje zit erop. En dat ging best goed. En met wie ga ik straks kaarten? Met mij. Je denkt erom dat je je best doet, hè? Wees je een beetje lief voor me. Tuurlijk, altijd. Zo, ik ben weer thuis. Nou, dat was echt superleuk. En ik was het nog niet verleerd. Want ik ben als een van de hoogste geëindigd vanavond. Dus nou, dat ging eigenlijk heel goed. Mensen vonden het leuk dat ik er was. En ik vond het ook heel leuk. Dus nou, volgende week weer. Ik denk dat het wel een blijvertje gaat zijn. En nu is het 10:30 of zo. Ja. En... ik ga gauw naar bed, want morgen is natuurlijk mijn parttime dag. Dus je zou denken, waar doe je moeilijk over? Maar ik moet morgen even naar mijn werk voor een uurtje. Gelukkig bij de locatie hier dichtbij, dus dat scheelt. Voor een overleg. Ja, dat kon niet anders. En nou ja, ik kan het op een andere dag compenseren. Dus zo erg vind ik het niet. Komt niet heel veel voor. Toevallig deze maand, of nou, februari dan 2 keer en dan morgen. En morgen is maar een uurtje, de rest zijn hele dagen. Maar goed, dat geeft niet. Ik, ja, wat ik zeg, het maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik ga nu wel gauw naar bed, want dan gaat morgen toch best vroeg de wekker. Tot morgen.
Valt niet mee op woensdag als je dat niet gewend bent. Nee, valt wel mee. Het is ook niet vroeg. Het is 8:00. Ik eet even mijn ontbijtje op en dan ga ik richting werk. En dan ben ik waarschijnlijk rond 11:30, 12:30 weer terug. Dus dan zie ik jullie dan weer. Nou, ik ben er weer. En inderdaad, het duurde langer dan verwacht. Want ik was pas rond 11:30 terug. Het is nu 12:00, denk ik. Want ik ben nog even langs mijn ouders geweest. Even Tim knuffelen natuurlijk. En nou, zoals je ziet... is er nul sneeuw. Het sneeuwt hier wel. Tenminste, ja, nog steeds. Kan je denk ik niet zien. Maar het is echt een puur natte sneeuw wat er valt. En ja, dat is aan de ene kant natuurlijk wel jammer. Want echte sneeuw is natuurlijk leuker. Maar ik ben er stiekem ook wel blij mee. Want ja, jullie kennen het verhaal rondom sneeuw. Dat is gewoon niet zo handig. Nu is het lunchtijd, dus ik ga even mijn brood eruit halen. Ondertussen even de afwas doen die er nog staat. Ja, en dan heb ik gewoon vanmiddag wat klusjes op de planning staan. Ik wil even voor het YouTube-kanaal van de vereniging kijken wat er aan materiaal is. Want ik heb daar vrijdag een Skype-meeting over met iemand. Er moeten nog wat boodschappen gedaan worden en gewoon wat in huis wat dingen. Verder niet zoveel bijzonders vandaag. Daar is het ook echt gewoon te slecht weer voor, dus dat gaan we niet doen. Maar ik ga eerst even zorgen dat de afwas gedaan wordt en de lunch gegeten wordt. Dus dan zie ik jullie straks. Dat was PostNL. Ik denk PostNL, ik heb helemaal niks besteld. Maar ik heb een prijs gewonnen in de postcode loterij. En blijkbaar het hele portiek, want hij liep met meer van die dozen. Ik heb er ook één voor de buren aangenomen die niet thuis waren. En dan denk ik, dan ga ik even met jullie kijken wat erin zit. Ik heb alvast, er zat een envelop op, maar daar staat natuurlijk mijn adres op. Dus die heb ik eraf gehaald. Zet jullie daar even op. Want ik weet even niet zo snel waar mijn statief gebleven is. Anders had ik die er zeker wel... bijgepakt. Maar ik ben te nieuwsgierig om dat eerst te doen. Even kijken. Snij ik hem even open. Even kijken of dat zo lukt. Ja. Oh, jeetje. Nee joh. Het is een badjas volgens mij. Dat draag ik echt nooit. Kijk, volgens mij is dit een badjas. Wacht, ik ga hem even verder uitpakken. Kom ik zo terug. Zo, ik heb hem even uitgepakt. Ja, ik kan hem jullie natuurlijk niet goed laten zien. Want hij is veel langer dan dat ik zit. Maar dit is een beetje het idee. Het is een... dat vind ik dan wel weer positief van Max Havelaar. Dus het is een fair trade ding. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik ermee wil. Ik vind hem op zich wel leuk. Met die kleurtjes. En er zit hier ook een vlagje op. Ik vind hem wel grappig. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Zo, ik ben weer thuis. Lekker gegeten. Spruiten. Dus ik erg graag. Lekker lams gehakt en aardappels. En nou ja, heerlijk. Nu ga ik even... Ik heb mijn pyjama lekker aangetrokken. Bakkie zetten. En dan ga ik even heel... Nee, niet heel Holland Bakt, want dat heb ik al gezien. Smaak naar meer terugkijken, want dan ben ik wel even benieuwd naar... Ach jongens, die spierpijn, wanneer houdt het op? Ja, dan moet je meer gaan trainen, zou je zeggen. Dan heb je er minder last van. Vanmiddag is mijn vader nog eventjes naar de toko geweest, want mijn moeder had iets nodig. En toen heb ik gevraagd of hij deze mee wilde nemen. Dit zijn rijstcrackertjes met zeewier erin. En die vind ik super lekker om in het weekend te snacken. Dus daar ben ik blij mee dat hij die meegenomen heeft, want met zo'n groot pak doe ik wel even. En dan, ja, alles straks mijn lunch klaarmaken en... Verder niet zoveel vanavond. Ja, ik moet nog even met die bestanden voor YouTube. Voor die
Skype-sessie aan de slag voor vrijdag. Ik heb al wel wat gedaan, maar ik moet nog even wat meer doen. En voor de rest, morgenochtend hebben we een lunch. Morgenochtend lunch. Nee, ontbijt. Ontbijtbijeenkomst van mijn werk in een hotel. Hier ergens in Den Haag. Dus daar ga ik naartoe. De Hoefkade is dat. En ja, daarna andere bijeenkomsten. Dus ben benieuwd. Ik ga kijken, want ik wilde eigenlijk geen broodjes eten morgenochtend. Maar ik denk dat ik hoop of ik neem mijn kwark met granola mee. Of ja, vorige keer hadden ze iets dergelijks volgens mij ook daar. Dus als ze het daar hebben, dan eet ik het daar gewoon. Dat kan natuurlijk ook prima. Moet wel vroeg op, want we moeten er al om 8 uur zijn. En dat is vroeger dan ik gewend ben. Want het is hier toch een half uurtje vandaan. Dus moeten we wel eventjes wat vroeger voor opstaan. Maar goed. Nou, tot later. Goedemorgen. Het is een beetje donker nog buiten, maar ik zit in de auto. En ik ben aangekomen bij de locatie waar wij onze ontbijtsessie gaan hebben. Geen idee wat het inhoudt. We hebben er wel een paar keer in gehad. Maar het zijn iedere keer verschillende thema's. Dus we gaan het zien wat het nu weer is. Ik ga maar eens uitstappen. Inmiddels heb ik de ontbijtbijeenkomst gehad. En ben ik onderweg naar de volgende locatie van vandaag. Het is een dag van afspraak naar afspraak. En dan kan ik tussendoor wel even vloggen. Dus dat is misschien wel leuk. Hallo. Het laatste wat jullie van mij zagen is dat ik van locatie 1 naar locatie 2 ging. Dat was vanmiddag om 1:00. Het is nu 5:50. Inmiddels ben ik ook al op een derde locatie geweest. En al bij mijn moeder om te eten. Mijn vader die is op zijn vrijwilligerswerk. Weliswaar vroeg, maar om 6:00 moet ik voor mijn nagels. En om 9:00 heb ik in de buurt van waar ik mijn nagels laat doen dansles. Dus om dan heen en weer te rijden om even iets te eten wil ik niet. En nou dacht ik in het verleden, ja, het was helemaal niet erg. Want voor die paar keer dat voorkomt, 1 keer in de 3 weken, dus eigenlijk is dat helemaal niet zomaar een paar keer. Ga ik wel even naar de Mac, want die zit ongeveer naast de dansschool. Maar ja, die tijd is over, dat doen we niet meer. Dus hebben we het zo opgelost. Een beetje vroeg gegeten, maar ik ben de rest van de avond bezig. Dus honger zal ik waarschijnlijk niet krijgen, of trek moet ik zeggen eigenlijk. Dus ik ga nu op naar de nagels. Dat gaan jullie zo zien. En daarna gelijk door naar de dansschool. Dan ben ik wel veel te vroeg. Maar ja, dan kijk ik wel de les daarvoor. Als dat mag. Meestal mag dat wel. Want anders dan blijf ik heen en weer tuffen. Maar het is wel een van hot naar her dagje vandaag, zeg. Maar goed, komt goed. Zo. Ik ben terug van de nagels. Of terug. Ik ben bij de nagels geweest. Kijk maar. Mooi kleurtje. En nu ben ik op de dansschool. En ik ga even een lesje kijken. Want teruggaan had niet zoveel hoeveel zin. En het wordt hier nu donker. En er is een les bezig. Dus daar ga ik niet filmen. Zie ik jullie. Daar ben ik weer. Zie ik jullie. Morgen. En gisteren niet meer afgesloten eigenlijk. Maar dansen was erg leuk. Weer van genoten. Weer veel geleerd. Weer wat nieuwe dingen geleerd. Dus dat is ook altijd leuk. En vandaag laatste werkdagje. Ik heb eerst een cursus straks. Dus daar ga ik zo meteen eerst naartoe. En dan vanmiddag gewoon naar mijn eigen werkplek. Nog een overleg. Dus wel een redelijk druk dagje. Maar op zich wel goed te doen. En vanmiddag weekend. Dus ik ga deze weekvlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Ik ben sowieso wel benieuwd wat jullie van mijn nieuwe uploadschema vinden. Laat even achter in de reacties of je het zo goed vindt. Of dat je dingen mist. Of dat je het graag anders zou willen. Laat het weten. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik je in de volgende vlog of extra video. Deze komt online op zondag. Dus dan zie ik je in de weekvlog. Doei!